Vrienden en fans, welkom weer bij een nieuwe video van Constructie Simulator. Yes, we gaan weer verder met de weg, want we waren in de vorige aflevering bezig met een klus voor de milieuambtenaar. En we gaan een toegangsweg bouwen. Daar was ik nog niet helemaal mee klaar, dus dat moet ik nog even afmaken. Ik krijg trouwens soms nog reacties over de Discord server link die niet werkt. Dat klopt, ik heb namelijk problemen met links maken, want de ene keer doet het wel en de andere keer niet. Dus als je het niet doet, laat het dan eventjes weten in de comments. En dan geef ik even een nieuwe en dan kun je alsnog gewoon in. Jongens, ik ga je alvast heel veel kijkplezier wensen. En dan gaan we lekker beginnen. Mensen, welkom terug. Welkom terug bij de klus. En we moeten gaan frezen. Oftewel, we moeten het wegdek gaan herstellen. We moeten dus gaan frezen. We moeten asfalt aanbrengen en asfalt walsen. Dat is op zich best wel vreemd dat we dat dan weer eraf moeten halen, of niet? Oké, nou goed. In ieder geval, ik ga eventjes alles erbij pakken. En dan gaan we gewoon lekker met de klus beginnen, jongens. En daar ben ik weer. En ik heb de fraser erbij gepakt. En we gaan gewoon eventjes lekker daarheen rijden. Als dat... ja, dat gaat niet heel erg snel. Maar goed, dat maakt niet uit. En dan gaan we eens eventjes de boeren afhalen. Want we moeten natuurlijk gaan herstellen. Dat klopt. We krijgen lekker betaald. Dus dat is mooi. Ik zie trouwens dat ik ook al de asfalteermachine hier had laten staan. Dat komt mooi uit, want die hebben we ook nog nodig. En dan gaan we gewoon dit stuk nu doen. Trouwens, we moeten natuurlijk deze doen. Hier. Joh, ik zat weer helemaal verkeerd te kijken. Dit stuk moeten we frezen. Want het andere stuk hebben we natuurlijk al gedaan. Yes, daar gaan we. Zit ik nu goed? Ik ga proberen aan te zetten. Ja, daar gaan we. Hij staat aan. Ja, hij staat inderdaad. Ja, hij staat aan. Oké, mooi. Dan gaan we gewoon beginnen. En dan gaan we eens even kijken hoe lang dit gaat duren. Want het is nogal wel een stukje hoor wat we moeten doen. Dus we moesten één wegdeel hoeven we niet te frezen. En dit wegdeel moeten we wel frezen. En dan moeten we ook de hele operatie gaan doen. Dus frezen, asfalt aanbrengen en asfalt walsen. Volgens mij had ik de walser ook nog staan. Ja, ik weet niet of ik precies op de lijn zit. Volgens mij wel. We zitten al op een kwart. Dus dat gaat lekker rap. Ja, dit gaat op zich wel oké. Ja, ik zit goed op de rand. Ik zit prima op de rand. En dan zitten we toch alweer bijna op 40%. Dat is mooi. Yes, dat was nummer 1. Is die uit? Ja, hij is uit. Hij is omhoog nu. Ik moet met dit apparaat moet je altijd even oppassen, want hij zit namelijk in het midden. Uh-oh. Het is een heel groot apparaat dit. Even opletten dat ik hem goed neerzet. Ja, zo ja. En dan iets meer naar achteren. Juist. Oké, volgens mij kunnen we... Ja, daar gaat hij. Oké, mooi. Nou, dan gaan we met de volgende strook beginnen. Even kijken of ik hem iets uit kan zoomen zo. We hebben iets mooier beeld. Anders kijken tegen de achterkant van het apparaat aan. Dat is ook niet echt alles natuurlijk. Voor de mensen die trouwens geabonneerd zijn, dank je wel daarvoor. Hartstikke bedankt. Superleuk. Ook voor de likes op de video's. Hartstikke bedankt. Als je de livestream hebt gemist gisteren, ga dat even terugkijken. Het was hartstikke gezellig. Ik heb, hoe heet dat spel nou ook weer? Park Beyond gestreamd weer. Erg leuk spelletje. Maar ik ga de volgende stream wat anders doen. Want ik heb natuurlijk ook mensen die andere dingen willen zien. Dus ik ga het een beetje proberen af te wisselen. En dan hebben we deze strook alweer gedaan. En dan zitten we op 70%. Nou, we kunnen nog wel een stukje. Ja, dit was hem. Ja, ik zie dat ik die eerste strook niet helemaal vanaf het begin heb gedaan. Ja, 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 ja. Dit is de laatste strook. Jongens, we zitten op 80%. Gaan we dat redden? Ja, dat moet. Kom op, we gaan het redden. Heb ik die kipper? Ja, de kipper. Ik heb alles eigenlijk hier staan. Dat is mooi. Dat ik dat niet heb weggezet. Ik dacht namelijk dat dat het enige was wat we hoefden te doen. Zeg maar dat stuk wat we al gedaan hebben. Maar dat is dus helemaal niet zo. We moeten nog een stukje doen. En we gaan het... Kom op. Laat me dit alsjeblieft redden. Ja, we redden het. Mooi. We hebben het gedaan, jongens. Hij mag uit. En dan gaan we deze bad boys even aan de kant zetten. Of althans, ik denk dat ik hem zelfs ga wegbrengen. Ja, je mag even stoppen. Ga ik uitstappen en dan ga ik deze wegbrengen. Ja, stalling. Want die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Wat ik nu ga doen, is we gaan in de asfalteermachine. Nee, dat doe ik niet. Ik ga eerst in de kipper. Ja, en die ga ik eens eventjes vullen met asfalt. En dan gaan we dat... Oh, 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 oh. Dat ging bijna mis. Dat ging bijna mis. En dan gaan we die... asfalteermachine eens eventjes vullen. Hoppatee. Vol gas en achteruit.
En dan kunnen we hier ook mee gaan beginnen. Niet te ver achteruit, anders gaat het weer niet goed. Yes, daar gaat hij. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Prima. Mooi, dan wordt hij gevuld. En dan gaan we de weg afmaken. Ja, leuke klus op zich. Nou ja, niet de leukste klus, maar het betaalt goed. We zitten trouwens op 1,5 miljoen. We zitten op 1,5 miljoen euro, jongens. En dat betekent dat we gewoon lekker veel kunnen doen, als we dat willen. Yes, kom op. Ja, hij gaat nog wel even door, hoor. Het duurt wel even voordat hij vol zit. Sowieso tot de helft. Van de meter, dat gele metertje rechtsbovenin. Als hij op die pijltjes staat, dan zit hij vol, volgens mij. Of iets minder. Ja, kom op. Ja, kijk maar, zie je dat? Precies in het midden bijna. Goed, we gaan de kipper even aan de kant zetten. En dan ga ik proberen om met die asfalteermachine daar tussendoor te komen. Het ding is behoorlijk groot. Waar staat hij? Juist. Ja, de motor is gestart en daar gaan we. En dan ben ik benieuwd of we dat in één keer kunnen doen. Ik denk het niet. Want volgens mij konden we dat met het eerste stuk wegdek ook niet in één keer doen. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Want ik kan hem natuurlijk ook nog een stukje uitklappen. Dus ik ga hem niet op de rand zetten, maar ik zet hem gewoon hier neer. Even kijken. Ja, hier. En dan ga ik hem uitschuiven. Oké. Nou, dan gaan we hem naar beneden zetten en dan gaan we gewoon lekker beginnen. Daar gaat hij. Ja, we zitten al 10%. Ik zit nog wel op de rand, maar... Nou, ik zit behoorlijk rechtop, hoor. Maar we gaan het denk ik niet redden. Ja, het wordt heel krap. Nee, dat gaan we niet redden. Ofwel. Ja, het is spannend. Dit spel maakt het altijd spannend. Maar ik kom altijd een paar procent tekort. We gaan trouwens in de avond nu. Het is 7:30. Ja, zie je dat? Weer net niet. Net niet. Dat is jammer. Nou, dan ga ik hem eventjes draaien. Dat draaien gaat best wel rap. En dan ga ik eventjes mijn lampjes aandoen. Want het is natuurlijk donker. Huh? Staat hij nou aan? Oh ja, soms dan zie je het gewoon niet zo. Ja, de lampjes aan. En dan ga ik dat laatste strookje maar doen. Want dat is namelijk wat ik niet heb gedaan. Wat hij wil wat ik doe. Daar gaat hij. Kom op. Geef me het einde. Kom op. Ja, dit spel is echt... het is altijd het laatste stukje. Ja, yes, we hebben het gehaald, jongens. Hoppatee, mooi. Dan kan deze omhoog. Dan ga ik hem weer inschuiven en dan gaan we hem eventjes afrijden. En dan gaan we walsen. Dan gaan we naar, denk ik, is dit het laatste stuk. We zitten ook op 82% van de bouw, dus dat betekent dat we eigenlijk het meeste hebben gedaan. Het is eigenlijk al klaar. Nou, het is nog niet klaar. We moeten natuurlijk nog walsen. Maar het meeste hebben we nu gedaan van de klus voor de milieuambtenaar. Nou, dan gaan we de asfaltverdichter. En dan gaan we die er eens eventjes oprijden. Dan ga ik wel vanaf die kant beginnen. Ik zal eventjes de lampjes ook aandoen bij deze. Ja, daar gaan we. Gaan we eventjes iets uitzoomen. Iets beter beeld heb, juist. Dat is iets fijner. En dan maar eventjes kijken of ik hem recht op de rand kan zetten. Want met dit apparaat is het best wel lastig als je erin zit. Dat is met de andere is dat wat makkelijker. Ik weet niet meer welke dat was. Van de JCB of... Dat weet ik even niet meer. Maar ik zie wel dat het even gaat duren. Ik denk dat dit 1, 2, 3, 4... Ja, ik denk een rij of 6. Ja, ik zie ook dat deze veel lichter is. Dit apparaat. Dat kun je ook zien. Hij wiebelt een beetje en dat doet die andere absoluut niet. Die rijdt gewoon echt stevig eroverheen. Maar we zitten alweer op 15%, dus dat gaat wel lekker. Maar ja, nogmaals, we moeten wel even een paar keer eroverheen. Laat even in de comments weten met welke klus jullie bezig zijn. Ik weet dat er mensen spelen, of mensen zijn die dit spelen. Laat het eventjes weten. Daar ben ik wel benieuwd naar. Goed jongens, het is 9:15. Over 10 minuten is het in één keer, poef, is het donker. Best wel apart. Goed, daar ben ik weer. Ik kreeg weer een gekke niesaanval ondertussen.
hoort er ook bij. Het is nog hartstikke vroeg. Ik maak mijn video's altijd best wel vroeg al. Dus ik heb een beetje last van huisbuitallergie. Maar goed, dus dat heb ik dan bijna elke ochtend. Heb ik zo'n niesaanval. Maar we gaan lekker. We zitten al op 40%. We zien ook achter ons de schoorsteentjes lekker in productie zijn. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn daar, maar het zal wel iets goed zijn. En dan ga ik deze weer uitzetten even. En dan ga ik hem draaien. En dan ga ik verder met de volgende strook. Yes, daar gaan we. In het donker, dus het is een beetje lastig om te zien wat ik aan het doen ben. Maar ik vind het wel een mooie shot zo. Ja, ik kan het net zien. We zitten precies op de helft nu, jongens. We zitten op de helft. Dus dat gaat goed. Maar het is best wel een brede weg. Ja, nogmaals, ik dacht echt dat het alleen maar dat eerste stukje weg was. Maar dat is dus niet zo. Moet ook dan dit stuk weg. En ik zie dat ik nu niet meer op de rand rijd. Dat is jammer. Want ik krijg weer die lelijke stukjes daar. Ja, we zijn aan het einde. En dan hoop ik dat dit de laatste strook wordt. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ik nog een keertje moet. Ja, het is helemaal aparte apparaat, hè, dit. Zo apart. Maar wel vet. Dat het gewoon kan, joh. Nou, daar ga ik. 78%. Ik ga dat weer net niet redden, denk ik. Ik denk dat dat nog een strookje wordt, jongens. Want ik mis natuurlijk nu, zeg maar, dat laatste stukje daar aan de kant. Ja, ik denk dat dat weer een procent... ja, 90% ongeveer. Nou, goed, dan weet ik wat me te wachten staat. Het is nog één keertje draaien. En dan hebben we het afgemaakt. En dan kunnen we naar de milieuambtenaar. En dan kunnen we dit eindelijk gaan afsluiten. Kan ik alles gaan terugzetten, alles in de stalling zetten. En dan is deze klus ook weer geklaard. En dan hebben we weer wat geld erbij. Ik rij hem bijna kapot in de zijkant. Dat zou zonde zijn. Ja, even goed opletten. Kom op, we moeten dit redden. 94%. Kom op, spel. Niet moeilijk doen nu. Niet moeilijk doen op het einde, alsjeblieft. Dit moet gewoon te doen zijn. Ja, dat komt goed. Yes, we hebben het gedaan, jongens. We gaan hem eventjes uitzetten. Dan rij ik hem eventjes van de weg af. We moeten de bouwplaats leegmaken natuurlijk. En dan gaan we kijken. Hoppatee. 120.000 euro erbij, jongens. Heerlijk. Dat zijn bedragen waarmee je thuis kan komen. Hoppatee. Nou, dan gaan we eens even met mevrouw praten. Illegal disposal of waste in nature is declining significantly. Good job. Yes. Proper disposal is what actually makes it possible to recycle broken and defective items. I hope that someday the residents will realize that waste doesn't just disappear. Thanks to you, the city has become a little bit cleaner again. And I'm sure that it will be noticed. Nou, hartstikke fijn. Ze is in ieder geval tevreden. Dat is mooi. We gaan nu ook het eindresultaat zien. Kijk, hoppatee. Hartstikke mooi. We hebben de toegangsweg gedaan voor mevrouw. En ja, dan ga ik eventjes de boel natuurlijk weer in de stalling zetten allemaal. En dan gaan we gewoon verder met de volgende klus. Lieve mensen, ik ben weer eventjes aan het kijken. En ik zit inderdaad weer in de campagneklus. Want ik vind het toch wel erg leuk hoor. Dus ik ga eventjes dit doen. Oftewel, biogasinstallatie. What the fuck is dat? Stankoverlast. Boeren uit de omgeving hebben ons benaderd met een probleem dat hun zorgen baart. Er moet een biogasinstallatie worden gebouwd tussen de omliggende velden, compleet met silo's, een voorraad en een noodbrander. Ik weet niet precies wat het in gaat houden, maar ik ga het wel doen. Dit lijkt me echt super vet. Wow, we krijgen daar 722.000 euro voor. 11 bouwfases, dus het wordt een grote klus. En de duur is ook best lang. Maar ik hou de klusomvang wel op normaal, want anders is het niet te doen qua video's. Dan ben ik 7 video's verder, net zoals met het hotel. Vind ik niet super leuk om te doen. Dus ik ga het gewoon op een normaal houden. En dan zijn we met 2, hooguit 3 afleveringen klaar. En dan hebben we heel erg veel te doen. Ik denk dat inderdaad hier alles in zit. Juist, we gaan landontwikkeling doen. Heb ik dat wel eens eerder gedaan? Weet ik niet. Fundering, kelder, begane grond. Ja, we moeten echt alles doen. Alles moeten we doen. Plat dakconstructie. Ja, dit is een mooie opdracht, jongens. Ik denk dat ik hem ga aannemen. Het is lekker veel geld. We gaan het gewoon doen. Yes. Accepteren die handel. Hij moest gewoon even laden, omdat het zo'n grote klus is. Dan gaan we eens even kijken waar dat precies moet plaatsvinden allemaal. Want het is natuurlijk ook weer... waar is het? Oh, het is helemaal hier. Laten we er eens even heen gaan. Even kijken hoe het er überhaupt uitziet nu.
Ja, mooie klus. Grote klus. Eens even kijken. Hier moet het allemaal gaan gebeuren, jongens. Trouwens, ik ga eventjes switchen naar de ochtend. Ik heb nog niks neergezet, dus dat maakt in principe helemaal niet uit. Want dan hebben we gewoon even een mooi beeld van waar we mee bezig zijn. Ja, dit wordt een enorm grote klus. Yes, praat met de milieuambtenaar. Oh ja, die staat natuurlijk helemaal erachterin. Achter de vuilcontainers, die zag ik helemaal niet staan. Yes, daar hebben we er weer. Nou, laten we eens even een praatje maken en kijken wat ze te zeggen heeft over deze biogasinstallatie. I can understand why the local residents are annoyed. When the wind blows the wrong way from the farms, the manure stinks to the high heavens, so to speak. The people are fed up with it and lodged a complaint with the city. After long talks with the mayor, we finally got the go-ahead to build a biogas plant here. When the manure is stored in silos, its smell is less noticeable, and the end result is clean energy. And hopefully also satisfied residents. Nou, mooi. Bedankt dat wij dat mogen doen. Lekker veel geld verdienen. En dan gaan we beginnen met de verdering uitgraven. En waar is dat dan precies? Dat is dus helemaal hier achterin. Ja, dit wordt lachen. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Ja, dat moet natuurlijk met de rupsgraafmachine. Maar ik ga even proberen of ik dat met de bulldozer kan doen. Dat is ook wel lachen namelijk. Dat vind ik echt mooi. Die bulldozer, ik hou ervan. Ik vind het gewoon een mooi apparaat. Ik ga eens even kijken welke we daarvoor gaan gebruiken. Het is een behoorlijk groot stuk. Dus ik denk dat ik dan deze ga nemen. Yes, uitbesteden. Instappen. Ja, ik ga deze proberen. Ik heb normaal gesproken altijd die kleine waarmee ik dat doe. Maar ik ga toch even kijken of het hiermee lukt. Zo niet, pak ik alsnog gewoon de graafmachine. En dan pak ik denk ik ook wel de kiepwagen erbij. Maar ik ben toch even benieuwd of dat hiermee kan. Mooi ding is dit trouwens. Best wel duur ding was dit volgens mij. 2 ton of zo, wat was het wel niet? Nou, eens even kijken. We kunnen ook met deze veel dieper als met die andere, geloof ik. Ik ben gewoon benieuwd of dat kan. Dat kon wel met die vorige, maar toen hoefden we niet zo diep. Maar ik weet niet hoe dit werkt met deze. Kijk dan. Super groot apparaat is dit. Nou, eens even kijken of we daar doorheen gaan komen überhaupt. Jongens. dit gaat niet goed komen, denk ik. Wat is dit? Wat gebeurt er? Ik ga gewoon de grond in. Wat is dit, joh? 15%. Nou, je kunt zeggen wat je wil, maar het lukt wel. We zitten op 17%. Gassen, vol gas eruit. Yes, hoppatee. Ja, het kan wel. Maar het is ook een beetje vreemd dat we dan, zeg maar... Ik vind het ook gewoon leuk om een beetje te experimenteren in dit spel, weet je. Je kunt alles wel doen zoals het echt moet, maar het is ook wel lach om gewoon, ja, andere dingen te proberen. Maar het is een beetje vreemd dat ik dan van, zeg maar, een hoog stuk naar een heel laag stuk ga. Of mis ik iets of zo. Dat is vreemd. Even kijken of dat hier ook het geval is. Zie je dat? We gaan van boven naar beneden helemaal. We gaan zakken, zeg maar. Nou, kom op. Goed zetten dat ding. We moeten door. We hebben nog meer dingen te doen. Juist. Zo, ja. Gaan we naar beneden. Kijk, daar gaan we weer. Maar hij wil echt power, hoor, dat ding. Hij gaat er gewoon doorheen, hoor. Dat gekke ding. Kijk eens. Nou. Even kijken. Ja, hij heeft moeite, maar het lukt hem wel. Ja, ik vind dit gewoon echt gaaf, weet je wel. Gewoon echt veel power, gewoon er doorheen knallen. Dat is toch mooi? Kijk hem struggelen dan. Hebben we eigenlijk nog een bulldozer die beter is dan dit? Volgens mij niet. Volgens mij was dit de enige. Even kijken of ik niet omkeeper. Nee, dat gaat goed. We zitten op 38%. Naar beneden met dat ding. Juist, stop thee. Knallen. Ja, dus waarschijnlijk is het inderdaad dat we gewoon een stuk naar beneden moeten hier. Maar het is wel diep. Het had eigenlijk wel met de graafmachine gemoeten, maar ik vind dit ook wel mooi. We zitten nu op de helft van, ja, van de graafmissie. Dat kun je eigenlijk wel een missie noemen, moet je zien. Het is gewoon... Wat ziet dat er trouwens raar uit, dat stukje daar? Zie je dat? Dat soort geratelde. Wat is dat voor iets raars? 63%, mooi. En dan gaan we door met de volgende strook. Ja, mooi werkt dit. Leuke klussen, man. Echt, ik heb echt naar mijn zin.
Even hier zo, ja. En dan gaan we weer, hoppatee, naar beneden met dat ding. De D8T is dit. Het apparaat waarmee ik werk. Zullen we eens erin gaan zitten? Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dit is wel vet op zich. Ja, naar beneden met dat ding. Hoppatee, knallen. Gas erop. Yo, die meters die zouden eigenlijk allemaal in het rood moeten staan. Planken met dat ding. 82%. Dan ga ik er weer even uit. Want volgens mij zit ik op... Oh, dat is het. Ik zit helemaal op het eindje. Hoor. Ik ben veel te enthousiast bezig. Zo enthousiast dat ik nu vastzit. Oh nee, het valt mee. Ik leef nog. Mijn apparaat leeft nog. Maar die motor die zal wel warm zijn hoor nu. Dat ding dat is echt aan het huilen volgens mij. Als ik als ik dit aan het doen ben. Yes, daar gaan we weer. 84%. Ja, dan missen we toch weer een stukje. 87, 88. Ja, wat missen we nou? Waarschijnlijk dat tussenstukje daar in het midden. Nou, laten we dat dan eventjes doen. Ja, even lekker snel draaien. Dan rijden we hier eventjes heen. En dan wil ik eigenlijk andersom. Juist, die kant op. Yes. Naar beneden. En daar gaan we. 88, 89. Ja, we pakken weer wat procentjes erbij. Ja, nu is het natuurlijk een heel stuk makkelijker. Ik zie dat ik daar zo die hoek ben vergeten ook. Dat was natuurlijk de teststrook om te kijken of dit überhaupt werkt. Ja. Ja, dit stuk is het denk ik. Nee, dat is het niet. Oké, apart. Moet ik dan toch misschien daar zo nog een stukje doen? Hmm. Of het spel is me aan het straffen omdat ik het niet met de graafmachine doe. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dit is het. Dit moet het zijn. Yes, kijk maar. Yes, dat was hem, jongens. Nou, even de afrijden, dat ding. Kom op, power! Knallen! Ja, mooi. Mooi werk, man. Oké, volgens mij ben ik eraf, toch? Of niet? Huh? Waar moet ik helemaal heen rijden, joh? Oh ja, wacht. Oh, ik crash ook tegen de... Shit, ik miste hoeveel geld ik daarmee verdiende. Wacht even, ik wil even kijken hoeveel ik nou miste. Landontwikkeling. 239.000. Ho! Dat was lekker geld. 287.000 euro, jongens. Oké, goed. Ik ga even uitstappen. Dit is de aftermath. Oftewel, het eindresultaat. En dan zien we dat we hier ook een gat hebben nu. Ja, dit is mooi. We moeten even kijken. Betonstaalraster en pallet met bekisting. Alle twee drie keer. Nou, laten we dat eens even gaan bestellen dan. Betonstaalraster. Pallet met bekisting drie keer. Yes, die gaan we daar zo neerzetten. Dan ga ik denk ik een kraan kopen, jongens. Ja, ik ga een kraan kopen. Namelijk, nee, wacht eventjes. De voertuigdealer. Ik vind het alleen vervelend dat je niet kan zien hier welke kraan je al hebt. Dus ik moet even kijken welke ik heb. Even goed opletten, want ik heb natuurlijk maar één kraan. Hier staat hij. De LHL1 heb ik. En de rest niet. LHL1. Oké. Okay. Ja, dat is dus deze inderdaad. En dan heb je ook nog die andere. Deze heb ik gekocht. Dus ik ga dan deze erbij kopen. Want deze kan ook nog best wel eens handig worden. Maar ik gebruik nu... denk ik gewoon deze. Ik denk dat ik daar wel mee kom. Zo niet kan ik gewoon die andere pakken. Maar dan hoef ik geen huurkosten te betalen. En we kunnen het ook makkelijk betalen. Ik heb 1,7 miljoen over. Nou, dan gaan we maar eens in die kraan zitten. Waarom kan ik er niet in? En dan gaan we de boer eens eventjes op zijn plek zetten. Waar zit hem? Oh, het ligt daar. Oké. Okay. Komen we daarbij? Nee, ik denk niet dat, ik denk niet dat dit de goede kraan is voor de klus, jongens. Dus het is mooi dat ik die andere heb gekocht. Ik ga deze afbreken. En ik ga deze opbouwen. Dus ik pak de wat grotere kraan. Kijk eens, dat is wel een ander gezicht, hè? Juist, kijk. Dit is de kraan voor deze klus. Nou, dan ga ik eens even kijken of ik daar kom. Nou, ik denk het wel. Dat moet wel, toch? Uh-oh, kom ik daar wel? Ja, net. Nou, dan gaan we zakken. Ik ga even heel iets inzoomen. En dan gaan we alles op zijn plekje zetten. Ja, leuke klussen, man. Allemaal nieuwe klussen die we nog nooit hebben gedaan.
Komt natuurlijk ook omdat we de campagne spelen, maar goed. Ik vond dat podium ook leuk om te doen. Dat festivalpodium. Erg leuk. Nou, laten we deze maar gewoon hier neerzetten dan. Ik doe meestal altijd eerst wat het verste weg is, maar... En dan moeten we waarschijnlijk hierna gaan storten. Mijn misfavoriete klus. Maar misschien valt het mee. Ja, deze die ga ik dan wel helemaal naar achter brengen. Volgens mij moest dat namelijk ook. We hoeven niet zo hoog te tillen. Yes. Even een beetje geslinger, maar hij komt op zijn plek. Het komt allemaal goed. Daar gaat hij. 1, 2. Yes, en die zit op zijn plek. Mooi. Oké, ik zit ineens heel erg ingezoomd. Dat geeft op zich niks, maar... Zit ik goed? Ja, ik zat bijna goed. Oké, nou, dan komt deze hier. Ja, en waar mag deze dan? Even wat uitzoomen. Oh, 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 pas op voor de kraan. Pas op voor de kraan. Oh, die mag hiernaast. Oké. Yes, jij mag hier. Eventjes een beetje zakken. Mooi. En dan krijgen we nog 3 keer pallet met bekisting op zijn plek. Ik ben trouwens benieuwd hoe het eruit ziet als je erin zit. Oh ja, dat is handig. Je ziet ook zo lekker veel. Oh, wacht. Ik ga uit van het geluid. Anders dan zie ik het niet. Zal ik het een keer proberen? Waarom niet? Oké, ik ga even proberen of dit lukt, jongens. Het is wel een beetje irritant, want ik moet namelijk met de muis dan... Oh, ik kan niet inzoomen. Dat is wel apart. Dan ga ik hem toch even draaien en dan hopen dat hij... Oké, ik ga even kijken of ik het op deze manier kan afmaken. Ja... Normaal staat iemand altijd op de grond, toch? Die staat dan zo van, hier, pak hem maar, of weet ik veel wat. Die geeft je aanwijzingen, toch? Althans, ik heb namelijk een bouwplaats hier dicht bij mijn huis. En daar staan ze ook gewoon op de bouwplaats zelf, als iemand met de kraan bezig is. En die geven gewoon instructies van of ze moeten stoppen of niet. Dan zitten ze letterlijk met een walkie-talkie. Ja, ik ga eventjes iets draaien. En dan gaan we hem laten zakken daar. Ja, het is toch weer een andere manier van spelen dit. Dit is wel realistisch natuurlijk. Dit is hoe het hoort te gaan. Nou, dan gaan we met de laatste beginnen. En dan hoop ik dat dat goed komt. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk wel dat het gaat lukken. Yes, daar gaan we. Kom op. Deze die mag naast me. Ja, dat valt mee. Jongens, als jullie aan het kijken zijn en nog niet geabonneerd zijn, doe dat even. Want ik wil heel erg graag die 500 abonnees halen. Hé, hey, kijk, we kunnen gaan beton storten. Dat is mooi. Nou, dan gaan we uitstappen. En dan is dat best wel een heel groot oppervlak dat we moeten doen. Plaatverdering storten. Nou, ik ga eventjes hierin stappen. En dan ga ik die even aan de kant zetten. Nee, daar ga ik niet mee storten natuurlijk. Want ik wil zeker weten dat ik de ruimte heb. En ik denk dat die andere 2 gaten dan uit zichzelf vol zitten met beton. Omdat ik de klusomvang natuurlijk gewoon op normaal heb staan. Ja, dus we moeten even kijken en dan zet ik hem hier zo neer straks. Dus ik ga eventjes al mijn betonspulletjes erbij pakken en dan gaan we lekker de beton storten. Yes, ik ben aangekomen met de betonbomb. Mijn grote vriend. En dan denk ik dat ik hem eventjes hier neer ga planten. Ja, zo. En dan ga ik even kijken of ik hem niet te dichtbij heb staan. Want anders kan ik de hele zooi weer gaan verplaatsen. Is dit te dichtbij? Ik vind het altijd een beetje eng hoor. Want als ik de zooi helemaal moet verplaatsen, dat is niet fijn. Dus ik ga hem toch eventjes ietsjes verder weg zetten. Gewoon om het zeker te weten. Juist hier. Mooi. Andere stand. Yes, dan gaat hij omhoog. Dan gaan we de hopper open doen. En dan ga ik switchen naar de betonmixer. En dan gaan we vullen. En dan gaan we eens eventjes kijken of we dat in een normale tijd kunnen klaren, die klus. Want het is nogal een werk dit meestal. Een van de grootste klussen samen met het graven vaak. Dus ik ben benieuwd of dat een beetje te doen is. Yes, we hebben getankt.
En we zitten nu op 20% van de bouw van de bio-installatie. Of nou, dat zeg je verkeerd. De biogasinstallatie, dat is het. Wow, die camera ging heel snel. Kan ik dat in één keer doen? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nou, dat had ik ook helemaal niet verwacht. Eens even kijken of ik dat... Ja? Ja, dit zou moeten lukken zo. Storten aan uit. Yes. Dan zijn we, als het goed is, ready om te gaan storten. Daar gaan we weer. Ik heb trouwens deze keer even een andere betonpomp genomen als die oranje die ik altijd neem. Gewoon om even af te wisselen ook. Ja, mooi. We zitten niet te dichtbij volgens mij. Dat is mooi. Dat is goed nieuws. Nou, dan gaan we maar beginnen. Ja, het is een heel groot oppervlakte, jongens, dit. Het is veel. Even kijken hoeveel we hiermee verdienen, trouwens. Plaatfundering. Ja, 103. Dat is op zich lekker geld. Dus ik wil dit eigenlijk wel gewoon afmaken. Kom op, want we verdienen, wat was het nou weer? 711.000 euro'tjes. Ja, of het is te veel, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval proberen om het zoveel mogelijk af te maken. Ja, we zitten op 21%, 22%. Even kijken of ik dit überhaupt af kan maken. Nou, hij klapt niet in. Dus dat is ontzettend goed nieuws, jongens. Hij klapt niet in. Dus dat betekent dat we het af kunnen maken. Althans, als we het afmaken, dan kunnen we dat gewoon doen. Alleen dit ook weer, weet je. Het is... het is zo'n vervelend apparaat, jongens. Echt. Maar dit zijn zeldzame beelden, hoor. Dat ik nog beton stort. Dit is zeldzaam beeldmateriaal. Kom op, ik wil verder komen. Juist, daar ja. Echt elke beweging met het apparaat is een missie gewoon, echt. En de bouwmachine is leeg. Nou, dat kan. Gaan we even tanken. Storten aan uit. Hopen dat ik niet op reset klik, want dan kan ik hem er weer tegenaan zetten. Maar ik denk dat als dit klaar is, dat dan de rest vanzelf gaat. Althans, dat hoop ik. Maar ja, voor de mensen die dit voor de eerste keer kijken. Ik haat betonstort. Ik vind er niks aan. En ik vind het graven ook niet leuk. Nou, ik vind het wel leuk. Maar als het zeg maar een te groot oppervlakte is, dan wordt het heel snel saai. Het graven en het betonstorten. Dus... Maar ik denk dat dit is wel te doen. We zitten op 55%. Dus ik denk dat ik dit wel op een normale manier eventjes kan afmaken. Jongens, ik zit op 91%. Ik ben bijna klaar en ik ben eigenlijk de laatste procenten aan het zoeken. Zodat ik dit kan afmaken. Ja, het is weer op de procent hoor nu. Ik zit weer te zoeken naar die laatste kleine stukjes om deze klus af te kunnen maken. Maar ik ben vastberaden. Het gaat me lukken. Kom op. Hier zo nog een stukje. Wat is het nou voor iets geks, joh? Moet ik nou echt serieus gewoon elk klein rotstukje doen? Dat is toch ook ongelooflijk, dit? Kom op. 97. Hier zo nog een stuk. 98, kom op. Dit moet gewoon werken nu. 99. En dan hebben we hem klaar. Of niet? Yes, dat zijn ze. Mooi. Maar nog niet helemaal, zo te zien. We kregen wel 124.000 euro erbij, jongens. En dan denk ik dat ik maar gewoon even nog doorga met de wanden storten. Ik denk dat dat wel te doen is. Yes, daar gaan we. 7%, 8%. Ja, dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Kom op, jongens. We kunnen het. We moeten ook die zuilen doen, denk ik. Er gaat behoorlijk wat in. Dat duurt behoorlijk lang voordat ik... Oh, zit ik te ver weg nu?
Nee, dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Maar niet helemaal, want de bouwmachine is weer leeg. Nou, dan gaan we vullen. Storten aan uit. Wat is dit nou? Ik had het toch aangezet? Ik kon het zeggen. En we zitten al bijna op de helft. We moeten eventjes wachten tot het omhoog komt. Kijk, daar komt het. Wat zit hier nou te zeuren dat die bouwmachine leeg is? Is helemaal niet leeg. Hallo? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er ineens? Ach, dat meen je niet. Zit ik nou weer vast? Oh, werk mee alsjeblieft. Oh, godzijdank. Ik zag mezelf alweer de hele zooi verplaatsen. Ja, dat is wel irritant. Je moet echt oppassen dat je niet vast komt te zitten met dat ding. Want dat zou zonde zijn. En het zit er wel weer op 75%, jongens. Lekker, mooi. Nou, dan gaan we omhoog. Dan ga ik hem eventjes naar me toe halen. Althans, als dat gaat lukken vandaag. Juist, hier zou ik hem hebben. Perfect, dat was precies de plek die ik wou hebben. En dan gaan we eens even kijken of we het af kunnen maken. Ik denk het niet, ik denk dat ik nog... Ja, kom op. Kom op, nog een paar procent. En ik mis natuurlijk weer 1%. En dit is hem. Nice. Yes, gemarkeerd gebied vrijmaken. Mooi, dan gaan we die resetten. En dan gaat deze weer helemaal de pan uit flippen, denk ik. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Nou goed, kan ook natuurlijk. Jij mag in de rijstand. En dan ga ik jou er eventjes afrijden. Yes, gas erop. Mooi. We hebben alles eraf gereden nu. Plafondsegment beton. Beste volgers, lieve mensen, dit was hem weer voor vandaag. Een leuke klus op zich, goed geld. We verdienen bijna 1 miljoen als we hiermee klaar zijn. Ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Vond je de video nou leuk? Vergeet dan niet even te liken en te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende aflevering. Tot dan, doei doei!